De taalkundige Hein Eersel viert vandaag zijn 100ste verjaardag. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur komt er een mooi gebaar voor dit heugelijk moment. Eersel levert namelijk sinds 1961 zijn bijdrage aan de instandhouding van alle moedertalen in Suriname en heeft als linguist altijd getracht om alle moedertalen in ons onderwijs op te nemen. Hij bestudeerde daarom ook het Sranang, het Surinami en het Sanskriet als mede Afrikaanse taalwetenschappen. Als Wambarki Yari Presenti biedt minister Marie Levens vanwege zijn 100ste geboortedag als cadeau de instelling van het Hein Eersel Instituut voor de professionele aanpak van meertaligheid binnen het Surinaams onderwijs. De organisaties die hierbij worden betrokken zijn het IOL en het Directoraat Cultuur. Ook NAX heeft Eersel vereeuwigd op de NAX-iconenkalender van 2022. In 2003 verleende de faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hem een eredoctoraat. Eersel is ook gedecoreerd tot grootofficier in de ereorde van de Palm. In 2009 ontving de linguist de Gamangason Matoja Award.